Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het beloningsbeleid. Het beloningsbeleid in de financiële sector is nog steeds te royaal. We hebben vandaag een artikel gezien in de FD. Ik hoop dat de minister dat ook tot zich genomen heeft. Daar blijkt gewoon uit dat sinds de crisis de lonen in de financiële sector weer met 12% zijn gestegen. Terwijl gemiddeld in de markt dat 2% was. Voorzitter, eigenlijk is het schandalig dat we hier vandaag een wet moeten behandelen om de excessieve bonuscultuur in de financiële sector aan banden te leggen. Je zou toch denken dat de sector dat zelf zou oppakken na alle ellende die ze de samenleving hebben aangedaan. Maar nee hoor, ze doen alsof hun neus bloedt en het is weer business as usual. De PVV steunt dan ook de lijn van de minister om de bonussen te maximeren tot 20%. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. En uit het SOMO-onderzoek van eind 2012 bleek ook dat de lonen in de financiële sector veel harder zijn gestegen dan in de rest van Nederland. Was het verschil in de jaren 90 nog 20%, inmiddels was dat in 2007 opgelopen tot maar liefst 80% en waarschijnlijk nu hoger. Uit de studie van de SNS kwam ook naar voren dat bankiers 10 tot 15% te veel uitbetaald kregen. En een aanbeveling van SOMO was dan ook om de lonen in de financiële sector omlaag te brengen met vergelijkbare functies in andere sectoren. Is dat gebeurd, vraag ik aan deze minister. Ik dacht het niet. En ook de minister gaf aan dat medewerkers van ABN AMRO en SNS een extra bijdrage mogen leveren omdat ze zonder overheidssteun nu werkloos thuis hadden gezeten. Maar hij kwam niet verder dan een oproep om met de bonden te gaan praten over versobering van lonen. Dus ook deze minister ziet in dat we zijn doorgeschoten in de beloning in de financiële sector. Is dit gebeurd? Heeft dat gesprek met die bonden plaatsgevonden? Heeft de versobering plaatsgevonden? En ik vraag me af wat de minister heeft ondernomen op dit punt. De PVV vraagt zich dan ook al langer af waarom een CEO van ABN AMRO of SNS 6 tot 7,5 ton moeten verdienen. Dit zijn notabene staatsbanken. Zonder ingrijpen van de staat, zonder hulp van de belastingbetaler, zouden deze banken niet meer bestaan en hadden deze CEO's ook geen baan meer. Deze bestuurders hebben de instelling naar de rand van de afgrond gebracht, hebben de maatschappij geschaad en hebben de belastingbetaler heel veel geld gekost en hadden zonder ingrijpen van de staat nu werkeloos thuis gezeten. Dus een ministersalaris voor deze bestuurders is meer dan goed betaald. Vandaar dat ik een amendement heb ingediend om deze bestuurders van deze staatsbanken, 100% eigenaar van de staat, om deze onder de wetnormering topinkomens te brengen. Voorzitter, dit wetsvoorstel limiteert dan wel de bonussen in de financiële sector. Oké, een eerste stap om die perverse prikkels weg te nemen. Maar je zou ook denken een eerste stap naar een versobering van de excessieve lonen. Maar nee, deze minister vindt het prima dat de versobering van de bonussen wordt omzeild met een verhoging van de vaste lonen. ABN AMRO gaf 104 managers een salarisverhoging van 20% om deze versobering van de bonussen te omzeilen. En Rabobank deed hetzelfde met 250 managers. 13% extra loon. Moet kunnen. Van omzeiling is geen sprake, zegt deze minister. Maar hij noemde tegelijk maatschappelijk omstreden. En dat is het. De PVV is van mening dat dit pervers is en voorkomen had moeten worden. Gaat de minister deze wet op dit punt nog repareren? Voorzitter, verder ziet de PVV een aantal gaten in de wet. Het bonusplafond van 20% wordt verkocht alsof het jaarsalaris maximaal een bonus mag bevatten van 20%. Maar dat is niet waar. Een directeur kan een vette bonus krijgen van 100%, zolang die zijn collega-directeuren of managers maar op de nullijn zet. Voorzitter, dit kan nooit de bedoeling zijn. Om dit gat te dichten heeft ook de PVV een amendement ingediend dat regelt dat ook individuele werknemers een bonusplafond van 20% moeten krijgen en dat hiervan niet kan worden afgeweken. Dus niet de groep 20%, maar op individuele basis. Want wat voor zin heeft het, voorzitter, wat voor zin heeft dit wetsvoorstel als het makkelijk omzeild kan worden door de vaste salarissen te verhogen en als bonussen van 100% nog steeds kunnen blijven bestaan zolang de 20% max geldt voor alleen de hele groep. Dank u wel. Hartelijk dank.